We zijn bij de Peperbus, een prachtig monument. En de geluiden daarvan, van de klokken, hebben we net teruggehoord in een performance van een co-creatie van Popmonument, componist Tom en spoken word artiest Dunja Heid. Als je me vraagt wat ik verdien, dan raak ik verdwaald. Ik verlies me in de wegen naar thuis. De weg van de minste weerstand is het snelst naar het einde. En die met de beren, die is angstaanjagend. Ik durf niet te zeggen of ik dat overleef. Ik wil niet te veel rennen, maar stilstaan is ook zowat. Ik maak mijn teksten eigenlijk in een opwelling. Het is een gevoel wat ik heb, daar horen woorden bij en dat zet ik op. Ik heb met Isabella van de Piep heb ik een gesprek gehad daarover. Over kloeke vrouwen, over wat de bedoeling was. En dat gaf me eigenlijk toen al zoveel inspiratie dat ik toen in de tuin, in de zon, ben ik in mijn eigen verleden gedoken. Ik ben natuurlijk ook een vrouw. Ik sport veel, ik ben ook een coach, een weightlifting coach. Dus ik kon me daarmee wel identificeren. Ja, ik verdwaal. Maar doen we dat niet allemaal? Ik maak er ook maar wat van. Een potje, een succes. Ik maak het verhaal. Ik ontwerp het begin en het einde. Ik zal nooit zomaar uit je zicht verdwijnen. Ik neem de stappen. Ik stop ze in mijn mond. Ze gingen op zoek naar verhalen over kloeke vrouwen, omdat dat ook het thema is van Popmonument dit jaar. We hebben 3 workshops gedaan en uit die workshops zijn quotes gekomen. Flarden van verhalen, stukjes poëzie, geluiden die bij de verhalen van de kloeke vrouwen pasten. Bij het verhaal over een kloeke vrouw die kleding maakte, kwamen we toevallig ook langs een naaiatelier en hebben we daar geluiden van machines opgenomen. Voor de Oekraïners is de klok van 11 uur erg belangrijk. Dat is bij de herdenking ook voorbij gekomen en daar zit een hele belangrijke betekenis achter vanwege de oorlog. En een van de cursisten had Oekraïnse vrouwen als kloeke vrouwen eigenlijk. Dus ja, toen was het heel toevallig 11 uur en hebben we hier bij de Peperbus die 11 uur kunnen opnemen als haar geluid. Багато страждань випало на долі українських жінок останні півтори року. Для тих, хто поїхав в інші країни, ховаючись від війни, треба влаштуватися в новій країні зі своїми дітьми, без чоловіків, вивчити нову мову, знайти нову роботу і якось влаштуватися. Для тих, хто залишився в Україні, вони постійно знаходяться під загрозою бомбардування. І постійно хвилюються за свої сім'ї, за своїх рідних. Складніше за все тим жінкам, які провели своїх чоловіків на війну. Вони живуть від дзвінка до дзвінка і постійно хвилюються отримати погану звістку з війни. Для цього треба бути дуже сильною жінкою і дуже сильною людиною. Я вважаю, що українські жінки саме такі. Ik liet het achter, moest rennen. Ik was zo moe. Jij nog meer. Ik pakte de kans van binnen verteerd, rennend, tranen stromend. Ik kon niet stoppen. Het stopte niet. Ik moest je achterlaten. Моя бабушка Вера шила одежду. Она была главным членом семьи для меня. Она влияла на всю нашу семью. У нее был длинный язык, а она всегда говорила правду. Но в Советском Союзе это было опасно. Однако ей удалось прожить свою длинную жизнь в безопасности, потому что жены влиятельных людей нуждались в хорошей одежде. Я скучаю по ней.
zijn hele dappere vrouwen die ook om, nog eigenlijk de Nederlandse taal niet eens helemaal kundig zijn, maar wel zichzelf weten te vertolken. En dat is super knap. Dus daar ben ik echt wel, ook was ik echt onder de indruk van. En om dan vervolgens hier in zo'n bijzondere plek te spelen is heel tof. Dit is een verhaal over mijn oma. Ze heet Nina. Mijn oma werd geboren na de oorlog. Het waren moeilijke tijden. De eerste keer verloor ze haar man aan de grens. Hij stierf en kwam niet thuis. Later ontmoette ze mijn opa. Maar dat waren tijden waarin we werden opgesloten. Mijn opa werd onderdrukt en zij wachtte op hem. En ze heeft gewacht. Ze hebben samen een lang leven geleefd. Ze werd arts en hielp veel mensen. In mijn ogen was ze een echte engel op aarde. Ze was een goed persoon voor mij en andere mensen. Ze is onlangs overleden aan COVID. En ik mis haar heel erg. Ik vind de gelukvrouw mijn moeder. Mijn moeder is bijzonder voor mij. Mijn moeder was, zij werkt heel lang tijden te verdienen geld. Ons gaat naar studeren naar de universiteit. Alleen voor to make ons blij. En dat is een bijzonder moeder. Ja. 11 kinderen zorgen voor vrouwen to come, zelfde mijn moeder. Ik vind het dat. En de coaching. Het is tijd dat we worden gezien. Het is tijd dat we worden gehoord. In het verleden, de toekomst en het heden. Het is tijd dat we in alle kleuren ontvouwen. Aanschouw ons, de Kloekenvrouwen. Dankjewel.